Hallo. Goedenavond. Vanavond maak ik een consommé célestin voor u. Wat is dat juist? Dat is een heldere soep. Dat is geen bouillon, maar dat is een heldere soep op een heel speciale manier bereid. De consommé is eigenlijk de Rolls Royce van de soepen. Het is een geklaarde soep en daarvoor hebben wij twee verschillende ingrediënten nodig om die soep heel gelder te maken. Dat is vooral eiwit en runder gehakt. Eiwit en runder gehakt zorgen ervoor dat de soep geklaard wordt. Het is een geklarifieerde soep. Dus alle onzuiverheden gaan mee met die eiwitten en dit rundvlees. Dit eiwit en rundvlees is lichter dan de rest van de soep. Zodanig dus dat het alle onzuiverheden doet bovendrijven. En dat dat een koek vormt. Heel belangrijk is, van zodra ik de soep ga bereiden, dat het geheel niet begint hard te koken, want die koek moet geheel blijven, één geheel. En daarin moet men dan een gaatje maken achteraf, om dan de consommé door te zeven door een neteldoek of een gewassen handdoek. Dus ik toon u hierbij de ingrediënten voor de consommé. Wat hebben wij allemaal nodig? Ik heb dus nodig 1 wit van prei geëmanceerd, dus in fijne schijfjes gesneden. Eerst gewassen uiteraard. Dan heb ik nodig geëmanceerde wortelen, dus schijfjes wortel. Dan heb ik ook geëmanceerde wit van selder. Heel belangrijk voor het clarifiëren. Dus het runder gehakt. 100 gram heb ik hiervoor nodig voor 4 personen. En 2 wit van ei. Dus 2 maal eiwit. Een lepel tomatenpuree. Dan gehakte bieslook. Een soeplepel. Een soeplepel gehakte kervel en dan een grote soeplepel gehakte peterselie. Wat hebben we nog nodig? Uiteraard altijd peper en zout. En ik heb ook een beslag gemaakt voor flansjes te maken. Dus voor pannenkoeken. Maar het grote verschil is dat het beslag hetzelfde is zonder suiker. Dus een hartige pannenkoek. We gaan daarin die kruiden doen. En dan afbakken, oprollen en laten afkoelen en in julienne snijden. Hè? Wat hebben we nog nodig? 2 liter gevogelte fond. Het is een geldere gevogelte fond. Die moet afgekoeld zijn, dus ik heb dat vooraf gemaakt. We hebben dat al gezien, hoe je dat moet maken. Dus als men een kip maakt met de karkas, met een mirepoix, laat men dus met thym, laurier, peterseliestengels, met wortelen, uien, laten de karkas meestoven, direct bevochtigen met water. Dat is een blanke gevogeltefond. Er bestaat ook nog een bruine gevogeltefond. Maar dat hebben we niet nodig. We hebben een blanke gevogeltefond, want het is een heldere soep. Ziezo, het eerste dat we nu gaan doen, is dus de groenten mengen met elkaar. Dus wat heb ik daarvoor nodig? Ik heb eindelijk, nadat ik mijn gevogeltefond heb bereid, heb ik dus nodig de wortelen. Dus die wortelen zal ik in die grote pot doen. Daarna doe ik eveneens de prei erbij. Voilà. En de fijn gesneden selder, witte selder, dus geen groene selder. Dat mag er ook bij. Dan eindelijk gaan we het geheel goed mengen in een kom met dus de 2 eiwitten, het gemalen rundvlees en de tomatenpuree. Dus we gaan de lepel tomatenpuree eraan toevoegen. De eiwitten, niet opgeklopt, voeg je er zo bij. En dan nog het runder gehakt. Het runder gehakt
puur hoe magerder het runder gehakt, hoe beter, omdat men minder vet zou hebben. En een te vettig gehakt zorgt voor grote ringen in je consommé van vet. En dat hoeft men niet te hebben. Dus het runder gehakt mag er ook bij. En het geheel moet nu goed gemengd worden. Dat mag dus met de hand goed gemengd worden. Het is de bedoeling van dus een mooie mengeling te krijgen. Het beste is met de gant uiteraard gewassen. Zo, dit is dan het resultaat. Dus men heeft hier een mooie groentenmengeling. Wat moet er nu gebeuren? De gevogelte bouillon gaan we dus nu daarin gieten. En dat is een afgekoelde gevogelte bouillon. Dat is in totaal 2 liter. Voilà. Dus het volgende dat we gaan doen, is eigenlijk die gevogelte bouillon die we erbij gegoten hebben. We gaan nu de consommé eigenlijk opwarmen. Maar dat moet wel al roerend gebeuren. Hè. Dus heel lichtjes roer je in de pot, in de russe normaal. En de bedoeling is dus van de soep eigenlijk op te warmen, die nog heel troebel is door het rundvlees en het eiwit. Dus het geheel goed mengen. En het is heel belangrijk als de soep straks, want de soep zelf moet, eens de korst gevormd is, 1 uur en half tot 2 uur opstaan. Wat doen wij dan intussen? Intussen gaan wij flansjes maken. Ziezo, het volgende die nu moet gebeuren, dat zijn de 3 versneden kruiden, verse kruiden, dus geen gedroogde kruiden, maar verse kruiden, moeten dus bij het flansjesdeeg gevoegd worden. Dus dat is de bieslook. Dus de bieslook mag er helemaal in. Dan hebben we de kervel. Fijn gesneden. Allen gewassen. En dan de gehakte peterselie. Dus ik zal er alles in doen. Het geheel goed mengen. En ik herhaal het nogmaals, in dit flansjesdeeg, een flansje is eigenlijk een super dunne pannenkoek. En in een flansjesdeeg zit er dus geen suiker. Heel belangrijk. Het is een hartige pannenkoek. Die zullen we bakken in wat arachideolie. Dus geen boter, want boter brandt aan. Dus arachideolie, een klein beetje arachideolie in een flansjespan. Daarin doen we een fijne laag tot het houtbruin is, omdraaien. En dan gaan we de flansjes oprollen en heel fijne slintertjes van snijden. Om dan als garnituur bij de soep te doen. Het is die garnituur die de benaming geeft aan de consommé Célestine, eigenlijk. Hè. Dus hier heb ik de pan verwarmd met wat arachideolie. En u ziet dus, ik zal het flansje bakken zoals een klassieke pannenkoek, maar veel fijner. Hè. Dus dat is een groot verschil met de klassieke pannenkoek, omdat het toch heel fijn is van structuur. Hè. Dus je moet wachten altijd tot het natte gedeelte opgedroogd is, zoals een klassieke pannenkoek, en dan eindelijk omdraaien. Maar het moet goudbruin zijn.
alles is opgedroogd en nu kun je dus mooi omdraaien. Dus de pannenkoek mag er gerust zo uitzien. Zie zo, de pannenkoeken zijn dus op de flansjes mooi gebakken. U ziet dus dat de garnituur zich mooi verspreid heeft in deze flansjes. Dus ik neem er eentje uit. En wat ga ik dus doen? Ik ga het flansje dus oprollen. Zo. En dan eigenlijk het volgende is dus de flansjes ciseleren, dus in fijne schijfjes snijden. En het belangrijke is dat je dit bekomt. En dit gaan we dus gebruiken als garnituur voor onze consommé. Wat kun je nu nog in de consommé doen als garnituur? Dat is bijvoorbeeld een verse, uitgedane, ik bedoel een gepelde langoustine. Of een stukje truffel. U kunt er zelf in fantaseren. U kunt er ook een oester in doen. Maar dat is dan natuurlijk al prijziger. Dat is hier een hele mooie garnituur. En dat is een heel oud gerecht van begin van de vorige eeuw. Het volgende wat men moet doen is dus een koekpot nemen of een russe, daarin een zeef leggen, een fijne zeef en een handdoek. Een handdoek die dus gewassen is met koud water. Dus het is de bedoeling van de consommé hier nu door te gieten. Het is heel belangrijk dat je de handdoek wast met koud water voor dus te spoelen voor al eventuele reinigingsproducten te verwijderen. Dus de consommé heeft intussen 2 uur opgestaan. En ik zal nu heel voorzichtig de consommé door de handdoek gieten om alle onzuiverheden weg te werken. Ziezo, de consommé is klaar. Dus wat ziet u? Wat blijft er over in de pot? Dat is een dikke koek. Een dikke koek van het vlees met het eiwit. En het is die twee dingen, die twee samengestelde producten of ingrediënten, die dus eindelijk de consommé geklaard hebben. Dus hier hebben we dan de consommé zelf. Ik heb deze afgewerkt met de flansjes en met de kervel. Zo, dat was het voor vanavond. Tot de volgende keer.